Deze week in de Schijnwerpers maak je kennis met Judy de Winter. Ze vertelt je alles over dressuurtrainingen en ze heeft zelfs een keer op de wereldberoemde Bonfire gezeten. In 1989 had Judy de Winter de grote eer dat zij op een derby in Mierlo een dressuurproef mocht rijden op Bonfire. Dat dit paard 11 jaar later de Olympische Spelen zou winnen, kon toen niemand nog vermoeden. En in het zadel zeer exclusieve beelden van dit optreden. En toen trouwde ik met een man die heet Kees de Winter. Dus vanzelfsprekend werd mijn naam Judy de Winter. Ik heb zo een aantal jaar geheten. Toen gingen wij scheiden. En toen was ik eigenlijk maar heel kort Judy Arbouw. En toen ontmoette ik een tweede man. En die heette per toeval ook weer de Winter. Dus deze man, Aad de Winter, daar ben ik zelfs bijna 10 jaar mee getrouwd geweest. Ja, toen wij uiteindelijk ook gingen scheiden. En ik dan vanzelfsprekend weer Judy Arbouw had moeten heten. Vond ik dat ik recht had op die naam. Ja, ik heb in de sport uiteindelijk jarenlang Grand Prix gereden. Ik zeg niet dat ik een van de betere was, daar moet ik eerlijk in zijn. Ik had ook niet alle beste paarden, maar ik heb wel mijn best gedaan. En uiteindelijk heb ik 6 jaar lang, van mijn 26e tot mijn 31ste, nee, tot mijn 32ste heb ik Grand Prix gereden. Met 3 verschillende paarden. Wel een heleboel paarden lichte toer en wel een heleboel paarden... Op hoog niveau, maar Grand Prix niveau is het allerhoogste. En dat was ook mijn doel. Dat heb ik jaren gedaan. En uiteindelijk na 6 jaar wist ik wat ik ook weer verder wilde. Het is begonnen als dat ik paarden toen de tijd gewoon ontzettend leuk vind. Dus je gaat werken in de paarden. Maar, nou, het is niet zo dat hier iedere dag allerlei verschillende ruiters paarden rijden. Maar het is wel zo, klanten. Iedere klant die komt is anders en iedereen rijdt op zijn eigen manier. Dus als ik mijn paard alleen maar laat wennen aan 1 ruiter, dan wordt het heel moeilijk. Want paarden zijn toch wel gevoelig daarvoor, voor die 1 ruiter. En voor zijn signalen of haar signalen. Dus we hebben hier een manier gevonden dat we toch elkaars paarden rijden. Maar andersom ook, de mensen die bij me werken, daarvan ga ik ook op hun paarden zitten. En zo wisselen we dat met elkaar af. En wat we creëren is een paard die veel accepteert. Nou, wat ik zelf bijzonder vind, is heel veel paarden, vrouwen, paarden, meiden. Vooral als je jong bent natuurlijk, paardenmeid. Dan werk je hard, dan heb je maar 1 doel. Dat is die paarden trainen, rijden en plezier daarvan ondervinden. En dan gaat eigenlijk een heel stuk van het privéleven voorbij aan hetgeen wat je doet. Dus hetgeen wat je doet, doe je zo graag, met zoveel ambitie. En daar steek je zoveel tijd in. Dat dingen die ook in het leven belangrijk zijn en voor andere mensen heel belangrijk zijn. Zoals een gezin. Een kind, vakanties, dat zijn allemaal dingen die voor een paardenmeid eigenlijk veel minder bereikbaar zijn. En ik vind daardoor iets van mezelf best knap, dat ik op mijn 43ste nog een kind heb gekregen. Ja. Totaal niet met die ambitie rondlopend en dan toch gewoon zoiets volbrengen was best een knappe taak, vond ik. Dit is Philippe, en Philippe van Omme, en die werkt sinds kort hier bij mij, bij Judy de Winter Dressage Stables. Voorheen was hij ruiter bij een andere redelijk bekende stal. En nu ben ik gezellig hier. En nu is hij gezellig hier.